over de Putinja en over Adomus. De gewoonte is dus eigenlijk, je doet één posuk, cijfer dicht, ja. En dan wordt Adomus. Maar dat is, eigenlijk hoort dat niet. De hele altijd... wereld begrijpt dat. Nee. De hele wereld volkomen onbegrijpelijk. Die is daar erg op tegen. Het is een heftig zien, een onderbreking van het lijnen. Het mag niet bus, het mag niet zo. Ja, weet ik wat. Maar de oude Nederlandse minhak is zo. Ja. En de expert, grote expert op het gebied van Nederlandse minhokium is nog altijd Raaf Hamburger. Die heeft zijn eigen school in Benijbrak, in het hart van Benijbrak. Mijn zoon Dudy gaat er altijd davenen als hij bij zijn schoonouders is. Dat is niet zo ver. En het is een redelijk gevulde school altijd, met allemaal Nijbarakkers, die toch op een bepaalde manier gehecht zijn aan de oude Askenazische, Duits, Hoogduits, Nederlandse minhokie. Want die zijn niet zoveel verschillend. Interessant te weten is dat Dudy vertelde mij, hij was er 2 weken geleden op een Shabbos, dat op vrijdagavond, in de omertijd, is die school stampvol. En waarom? Vanwege de godaudie van de omertijd. En die dezelfde nigger is als in de Lekstraat, als in het Shalomshul, als in Jezus Zee waarschijnlijk. Zelfs in Kalkensien. Zelfs in Kalkensien wordt hij gezongen. Men probeert iemand te vinden die je kent. En alle beauty worden daar gezegd, zelfs nog meer dan hier, want hier zijn nog een aantal beauty afgeschaft. Maar, alle beauty. Ik heb hem ook gehad al vorig jaar op de Akdooms. Dat een aantal Balbatim weigert op Shavuos eerste dag naar die shul te komen. Want ze zeggen dat die weigerden. Dat onderbreken van het lijnen, dat kan nu eenmaal niet koosje zijn. Heeft Graaf Hamburger, zoals zo met vele anderen, ik heb thuis een cijfer trouwens, even tussen voorin. En die werkt eigenlijk veel met foto's, fotocopieën van oude Sidur, middeleeuwse Sidurim, laten zien dat in oude middeleeuwse Duitse Sidurim staat het ook. Na de eerste poogzoek sluit men het cijfer Tauro en men zingt de Adomus. En dat kan heftig zijn, maar het is zo'n kennelijk belangrijke middag. Even kijken wat Dasper zelf daarover zegt. Want ik vergeet het ook weer dat ik net heb voorgelezen. In veel gemeenten wordt het ook gezegd na het lezen van het eerste gezondheid. Oorspronkelijk werd de Pute in Askenazische synagoge als inleiding van de voorlezing van de Targum, de Arameense. Ja. Dus daar stapt het geloof ik van af. En, die na iedere 2 of 3 versen van de Hebreeuwse tekst werd voorgedragen. Omdat dit gebruik behalve... Ik zet je te zoeken, ik zeg het al. Je hebt al het voorraad. Omdat dit gebruik behalve bij de Joden in Jemen niet meer bestaat en het halachisch niet is toegestaan het lezen uit de Torah na minder dan 10 versen te onderbreken, hebben veel halachische autoriteiten geprotesteerd tegen dit gebruik. Dus het werd al snel veld tegen geprotesteerd. Ja, en nog steeds, want die Balbat is allemaal weer teruggekomen. Dat Raaf Hamburger had laten zien, dit is de oude minhak. En men moet onderbreken. En wat is de reden daarvoor? De achtergrond daarvoor is dat elke piut is Tauro Sef Baal Pe. Niet elke, als de goede echte piut die piut is. Niet als, laat ik zeggen, Leo Lijmerik plotseling morgen met een gedichtje komt. Die kan dat er niet zomaar in plaatsen. Maar een echte piut van Raaf Lazar ben Kalinar. Dat niet te verwarren met de Kalinar hebben, of wat dan ook. Kalië, dat is een van de grote Paitaniem. Maar ook anderen. En met name met Sjoers, met Matan Tauro. En het geven van de Tauro, die we meer dan ooit te beseffen, er is geen Tauro zonder Tauro Sef Baal Pe. En dat is zo belangrijk, dat de Tauro Sef Baal Pe, de geschriftelijke houding wordt daarvoor onderbroken. En het is ook zo, want hoe weten wij dat een alf is een alf? Dat een beest is een beest, dat een gimmel is een gimmel? Dat weet je door de Tauro Sef Baal Pe. Maar er is zo ontzettend veel, in welke kring ook, bevooroordeeldheid en onwetendheid. Ik heb toevallig vanochtend,
vanochtend heb ik een volgende e-mail gestuurd naar iemand die me enorm heeft aangevallen. Omdat ik pas, dat mag altijd natuurlijk, dat ik pas geleden de chutzpah heb gehad om iets te beweren wat zo de Joden op het verkeerde spoor kan brengen. Namelijk, ik heb beweerd dat de Ramo, de grote Ramo, de Maghaber op de Shulchan Aruch, hij is de maatgevend voor alle Askenazen, ja. Dat de grote Ramo heeft niet kosher wijn gemaakt door niet-Joden, geschonken door niet-Joden, zonder toezicht van welke Jood, heeft hij onder bepaalde omstandigheden, niet Pekuach Nefesh, heeft hij toegestaan aan Joden en gezegd, we moeten de Joden die dat gebruiken, hoeven we niet, moeten we niet bekritiseren. Nou, niet kosher. Ik weet niet kosher. Kijk, als ze dat kosher hebben. Dat hebben we beweerd toen. Ja. En ik werd er verschrikkelijk op aan te vallen. Zo erg dat we je niet weten. Maar ik kom er straks nog op terug met het aanvallen. En zo. Ik heb het nog even opgezocht. Waarom? Ik twijfel er niet aan. Want zoiets beweer je niet als ik het niet zeker weet. Ik wist zeker, maar ik wilde de precieze bron. Nou, die had ik in 10 minuten gevonden. Wat ik dus ongeveer waar. Ik heb vanochtend de volgende hier. Even wachten. Eén seconde. Oh, wacht, ik moet even verzonden. Hier. Ik ben begonnen. Good morning. Het is in het buitenland, maar het is een Nederlandse iemand. Hier. De bron waarin we zien dat de Ramo niet kosher wijn niet per se afkeurt. Hij beoordeelt de Joodse gebruikelijke kafse goes. Vinden we in Charlotte Soes Haramo, editie Asher Zief, Jerusalem, Gemmet 1917, is al logisch, Koef, Gof, Della. Dank. Het heeft de bron, de Charlotte Soes van de Ramo. Alles. Maar als je daar vandaag dacht, heb ik eronder geschreven, PS, eerst groeten, Wim, hè, zoals mijn ouders hebben genoemd, doet de PS, het mogen overigens duidelijk zijn dat tegenwoordig geen enkele Shaume Mitzvah Jood wijn zonder hersen zal gebruiken. Nee. Dat gebeurt er natuurlijk. Omdat we genoeg keuze hebben. Maar... Ja, maar het is in feite, mede hier wat ik net zei, is het issue buitengewoon niet alleen onduidelijk, het is zeer aanvechtbaar. De issue is gebaseerd op de Yayin Nesseg, wijn die gebruikt is voor afgodendienst. En in de tijd van de Ramo al, de Ramo zei al, er bestaat vandaag geen afgodendienst, zoals de Tao en de Tao dat bedoelde. Dus er is geen Yayin Nesseg meer. Er is tegenwoordig een andere reden, kon de Ramo niet weten. Sinds de laatste 70, 80 jaar zijn wijnproducenten ertoe overgegaan. Je hebt altijd droesem in de wijn. Hè, ik weet niet of je dat van Koos Geleefdwil hebt gehoord, maar je hebt droesem in de wijn. En dat ziet er niet lekker uit. Dat wordt er uitgefilterd. Dan wordt er uitgefilterd en uitgezeefd. Ja. Droesem is trouwens geen viezigheid, dat is gewoon een beetje de overheid van velletjes en zo. En veel wijnproducenten gaan ertoe over, een veel goedkoper procedé dan uitfilteren of zeven, is een druppel rundebloed. Rundebloed? Eén druppel, ja, zo'n druppel rundebloed, die trekt op een bepaalde manier, wanneer dat wordt gedaan, dat vormt zich een bal. Niet kosher wijn meer mag drinken. Maar dat was tot 80, 87 jaar geleden. Bestond dat niet. Men heeft dat toen ontdekt. En het is een veel goedkopere procedé dan uitfilteren of uitzeven. Er is nog altijd wijn, met name de duurdere soorten, niet kosher wijn, die dat niet doen. Die filteren of zeven het uit. En die zouden, volgens de Ramo, zou dus die eigenlijk kosher genoeg zijn. Ja, waarschijnlijk. Weet je, er zijn zo ontzettend veel van dit voorbeeld. En eigenlijk, dat weet je niet, mijn shiur vandaag gaat hier ook over. Maar dan op een iets andere manier. Maar ook met bepaalde aspecten die, als je geen sterke maag hebt, dan adviseer ik je. Nu kan je nog weggaan. Maar het, goed, alleen mijn shiur, ik ben wel veel eerder. Ik heb twee vragen aan eerst. Om 11 uur zijn er misschien mensen die inloggen. Of nou, we kunnen kijken. Je gaat gewoon door. Je mag... Je hebt de tijd. Het wordt opgenomen. Ja, maar en je hebt de tijd. Het duurt ongeveer 3 kwartier, 50 minuten. Nou, je hebt de tijd. Dus ik denk dat ik er gewoon toch eerder ophoud. Nou, oké, geen probleem. Okay. Ruud van der Kamp had mij een appje gestuurd. En die had ik dus niet gezien. Ja. Ik heb het net nagekeken.
Hij heeft mij vrijdag toevallig een appje gestuurd. Ik ben vrijdag. Woensdag. Het onderwerp waarmee ik ben aangekondigd is door heen Gober Pauw. waar we aangekondigd is namelijk het Joodse antizionisme is tegen Torah. Ik heb niet, zonder enige restrictie heb ik dat zo als stelling geprobeerd. Ik zou even iets van de achtergrond zeggen voordat ik met de shiur begin. Dan weet je een beetje waarom je nog altijd een beetje getriggerd bent door dit onderwerp. Ik ben in 1980 afgestudeerd met een doctoraalscriptie op de Universiteit van Utrecht over het onderwerp. De ondertitel was de verschillende stromingen in de zionistische beweging. En de vraagstelling was, is het zionisme links, rechts of midden? Dat was mijn onderwerp. En in die tijd, ik woonde in Utrecht, maar ik kwam altijd één keer per week, één avond per week kwam ik naar Amsterdam. Leerde ik op een fantastisch instituut, het Cornell, met Eva Regin. Dat was toen onder leiding van inmiddels overleden rabbijn Pieter Rosenzweig. Ja. Die was studentrabbijn. Ja. Als studentrabbijn had ik hem leren kennen, maar ik heb nooit veel contact met hem gehad. Niet naar contact, altijd nooit iets negatiefs of naars. Maar ik had weinig contact met hem. Anderen hadden veel meer contact met hem. Gewoon weinig. Zoals u eenmaal. Maar dat in de loop van deze inleiding zou je wel merken waarom ik zijn naam expres nog even een keer noem. En ik leerde, op een of andere manier, dat ik leerde 2 jaar, dat heeft me geen windeieren gelegd. Want door die wekelijkse uitstapjes naar Amsterdam heb ik uiteindelijk mijn echtgenote leren kennen. En niet op het KLM, dat was toen ik een keer, ik was altijd op de dinsdagavond. En op een keer moest ik het verplaatsen naar de woensdagavond voor 1 keer. En dat kon ook, de Raveen van Koylen en ik ook. En ik ging altijd door combineren met eten in de Ressenstraat, in een kosher mensa. Bij meneer Dutch over de show. Meneer Dutch, ach. Ja. Simon dat? Simon dat? Gerson. Nee, dat is zijn zoon. Zijn zoon is Gerson. Nou ja. Hoe hij zelf heet, ik weet het niet. En een schat van een man. Hij was een bijzondere man en wij respecteerden elkaar. En ik was toen voorzitter van de mensen. Ja, met Simon Wel, die dat ook ging. Gaat ook ja, met Simon maken. Wel, ja. Veel samengewerkt. We hebben een bepaalde mening, zijn we met elkaar eens, dat door te veel aan geld is de mens aan begonnen. Okay. Heel vreemd gezegd. Goed. Toen was het wel. Ja, en ik zal nooit vergeten Betty de Wolf, later Betty Sanders over de show, die aan de kassa altijd zat en altijd een vriendelijke woord, ook uit de Medine, net als ik. En ik heb ook meegemaakt hoe ze uit geen dames was, geen Medine, sorry. Maar goed, en die avond had ik een keer dus anders liep dan normaal. En die kwam nooit, mijn aanstaande vrouw kwam nooit in de mensen, maar toevallig 1 keer wel die week op de woensdagavond. En zo is het begonnen. En de rest is geschiedenis. Maar goed, even dat te zijn. Dus ik moet altijd denken met dankbaarheid terug aan. Sowieso vond ik een van de hoogtepunten in de week. Vond ik een bezoek altijd aan het Cornell op dinsdagavond en het leren. Het was daar buitengewoon. Vond dat plezierig. Totdat op een gegeven moment ik een brief krijg. Ik heb die brief nog jaren. Ellie heeft hem nog gelezen, mijn vrouw. Ik heb hem jaren en jaren bewaard. Nou, op een gegeven moment heb ik hem wel weggedaan. Een brief van iemand die niks met het Koila te maken had. Niks. Maar die had gehoord dat ik een afgestudeerd schriftje ging over het zionisme. En die schreef mij, en het was een vrij bekende jid in Amsterdam. En die had het over iets, en voor mij, ik kwam uit Rotterdam en in Utrecht. Dat was een discussie die helemaal langs me heen is gegaan, waar ik me nooit mee bezig heb gehouden. Die vond, maar ik moet toch even op de aandacht vestigen op het feit dat het zionisme is een vloek, een doodsteek. Was een vrome jid dat schreef, hè? Een vrome jid, een vloek, een doodsteek voor het jodendom,
een gevaar had die het voor elke Jood individueel en het voor het Joodse volk als geheel. En het Zionisme was in bepaalde opzichten veroorzaken van het nazisme en van, nou ja, noem maar op. En hij citeerde een paar bronnen ook. En dat ik dat ook in mijn doctoraalschriftje moest duidelijk maken. Nou, heb je nog maar daarop. Maar wat bedoel je met, was dat het politieke Zionisme of moderne Zionisme? Nee, hij schreef gewoon het Zionisme. Ja, jouw hoe vraag. Hoe ga je dat nou zeggen? Want Joop, hoe durf je zo'n genuanceerde vraag te stellen? Bij dit soort figuren is nuance ver te zoeken. Nou goed, dus ik schreef hem heel kort terug. Ik schreef hem heel kort terug, schreef ik. Dat een, wacht maar af tot mijn doctoraalscriptie klaar is, maar dat duurde in dat opzicht nog zeker een jaar. Dat was in 1978, dat schreef hij in 1978. En ik ben voorlopig niet zover. En het gaat sowieso niet over de halarische of de traakkant van het Zionisme, wat hem verachting mezelf niet bevoegd, maar meer over de politieke stromingen binnen het Zionisme. Je had de socialistische Zionisten, de Likud, de liberale Zionisme, de revisionistische Zionisten, de midden-Zionisten. Nou, ja, het van allerlei soorten religieuze Zionisten natuurlijk ook, maar als politieke beweging meer dan door Torah-bril. Dus die scriptie door Torah-bril had ik hem nooit over schrijven, had ik niet kunnen afstuderen. Want het was de universiteit echt, moest geen theologie of wat dan ook. Hè? Goed, en met die professor van de Dunk, waar ik afgestudeerd was, een eminente professor, ook een Jood, halachisch, had geen flauw idee van Jodendom of Joodse aspecten. Dat ging allemaal overeen. Goed, toen kreeg ik na anderhalve maand weer een brief, met een dreigement. Dat als ik er niet voor zou zorgen en duidelijk zou maken dat mijn, ik was geschiedenisleraar en ik gaf les, ik gaf toen ook Joodse les in Noord-Holland, gaf ik Joodse lessen. En als Joodse leraar, misschien toekomstige, meer dan Joodse leraar, als ik er niet duidelijk zorg voor zou dragen. Bovendien, ik was al in Haarlem actief. Ik deed elke week dienst in Haarlem en ik gaf Joodse lessen ook in Haarlem. Elke chance was ik altijd in Haarlem. En dus, maar de man had verder misschien via Haarlem iets gehoord, ik weet het niet wat. Als ik niet duidelijk in mijn publicatie zou maken hoe Zionisme kwaad was, dan had hij persoonlijk voor zorgen dat ik niet meer welkom was in het cordel. Wat deed ik? Ik ging met die brief naar Rabbi Rosenzweig. Ik liet de brief niet lezen. Ik wist wel een halachisch machtig. Maar ik had het bedoeld, en ik zeg, luister, dit en dit. Ze zegt, die kan je me niet een stuk laten lezen zonder dat de naam Rentrood hebben gedaan. Hij zag, ik zal nooit vergeten zijn reactie. Hij zegt, hij loopt hier genoeg dwazen rond in Amsterdam. En wat je opvatting ook is, en wat mijn opvatting is, is niet relevant, is niet de zaken. Je bent niet alleen welkom, ik ga er nu op toezien dat je ook elke week komt. Ik was toevallig één of keek je daarvoor niet geweest. Ik weet niet meer wat. Ik ga het ertoe zien. Dat was zijn reactie. Dat is, hij was helemaal gericht op het opbouwen van het Koilel. Ook het aantrekken van mensen buiten. Maar dat heeft bij mij toen wel de interesse opgewekt. Van, ik had daar nog nooit van gehoord zelfs. Kennelijk zijn niet alle Joden pro-Israël en pro-Zionisme. Ik in mijn naïviteit en mijn opgroeien en opvoeden in de kille in Rotterdam, waarbij opperrabijn Forst altijd alle partijen probeerde bij elkaar te houden. En dat deed op een manier, ik weet niet wat opnoemen, maar laat iedereen maar horen. Een paar kinderen van hem stuurde die naar Hasselet. En een paar andere kinderen van hem stuurde hij naar Bnei Akiva. Dat is echt waar gebeurd. Dus om op die manier duidelijk als een soort eenheid te benadrukken. Of je nou religieus Zionistisch als Bnei Akiva of Abudadistisch als Hasselet. En zo ben ik opgevoed. En altijd in mijn eigen familie. Mijn vader, Olivier, was echt een Hollandse, Tsjechische Jood. Die helemaal, nou, elk woord tegen de Zionisme. Dat was voor hem dat taboe. Maar aan de andere kant, hij wilde wel dat zijn kinderen en zijn familie alles in Nederland zou blijven om te werken aan de omgang van het Jodendom hier. Terwijl zijn broer, die was een fanatieke religieuze Zionist. En dienstkinderen zijn niet allemaal, maar voor het grote in Israël daar gegaan en opgevoed. Dat was dus duidelijk ook in de familie een meningsverschil. Maar
van antisionisme, dat lag zo ver van de bachelor, ver van de bachelor, dat weet dat, hè. Zo ver, daar was geen sprake. Maar ik ben, mijn interesse is toen gewekt ook van, wat bezielt eigenlijk die antisionisme? En vanaf toen, toen heb ik hem, in de loop van de jaren, daar zijn heel veel jaren voorbij gegaan, heb ik me meer en meer verdiept in de opvattingen van de Torah Karta. In de opvattingen van beroemde rabbijnen, rebbes, mag je zo noemen, weet ik niet. En een opvatting over Zionisme en dergelijke. En mijn doctoraatschrift is trouwens helemaal, gaat helemaal niet over het Joodse antisionisme, hoor. Geen letter, letterlijk geen letter. Het gaat alleen over de pro-Zionisten, maar van alle links en rechts en van alle kanten. En hoe zij dat verschillende invulling wilden geven. Maar goed, op een gegeven moment, ik herinner me, was al getrouwd, een aantal jaar getrouwd. En via mijn vrouw, die kwam uit het Zoentje Westraar, verleden deel, waren we heel goed bevriend met Hans en Bloemen Evers over de zonen. De onvergetelijke en veel te vroeg, vind ik, al is er oud geworden overleden, allebei. Zo. Bloemen Evers was met mijn moeder en zus. Ja, en ook met mijn oom. Nee, met mijn vader. Niet met mijn oom, maar met mijn vader. Ze was in het kamp niet vroom. Ja, ze was nooit van nee, ze is pas daar wel, pas vroom. Later is ze vroom geworden. Dat is bekend. Ja. En op een gegeven moment zaten we bij Lamalaf Malken. En er was een Bloemen Evers was daar. En er was nog een verre tante van Ellie en alles. En ik dacht, nou is het moment. En ik heb als gespreksonderwerp een aantal argumenten gebracht van de antisionisme. Wat vind ik, ik zeg dat tegen Bloemen, wat vind jij er nou van? Hè? Jij bent heel erg een pro-zionistisch pro-Israël, wat vind jij dan van deze argumenten? En ik merkte, ze was te emotioneel, te geëmotioneerd en te boos om die argumenten, om de rationeel te beantwoorden. Dat vond ik jammer. Maar nog geen week later kreeg ik een brief van haar. Ze zegt, ik heb de rust gevonden om het even allemaal te formuleren. En toen heeft ze me een brief geschreven. Ik heb haar daartoe gebeld en zei, laat hem later gesprekken gehad. Ze was even bang dat het mijn opvattingen waren, dat het waren het niet. Ik wilde gewoon, als het te willen van de discussie, en ik had zelf geen antwoorden op hun argument. Nou, haar antwoorden hebben bij mij, dat was een hele grote stimulans voor mij, om verder te gaan zoeken. En ik heb een hele studie gemaakt, en op een gegeven moment ook een paar artikelen over geschreven, over de kijk die Joodse antizionisten hebben op het zionisme. En ik ben daar tot een paar conclusies gekomen. Ten eerste, eventjes een algemene opmerking. We weten allemaal dat in elke dictatuur, bijna elke dictatuur, daar wil een nieuwe dictator altijd de geschiedschrijving veranderen. Zoals ooit Misolevic, de beruchte Misolevic, die oorlogsmisdadiger, die heeft ooit eens geciteerd gezegd, een nieuwe toekomst vereist een nieuwe geschiedenis. Heeft hij 100% gelijk. Hij heeft daarbij een Joegoslavische, voormalige Joegoslavische Servische historicus geciteerd. Zo werkt het in de praktijk. Ik ben zelf in 1983 met mijn vrouw in Leningrad geweest, weet ik nog Leningrad. En daar hebben we gedaan, niet omdat het was toerist, maar om mitsjes te brengen, vorm te brengen, toetsen te brengen, shiurim te geven, aan een poets niks. En maar we deden ook een beetje mee met de groep. En de groep was georganiseerd, de reis door Vereniging Nederland-USSR. Een of andere vereniging gespecialiseerd in dit soort pro-communistische, pro-Sovjet reizen. En ik zal nooit vergeten, bij een rondleiding door een perfect sprekende Russische, Nederlands sprekende Russische gids, hoe ze wees op allemaal foto's van Dnipro. En ik vroeg, ik mis een paar communistische leiders, zei ik zo. Ik had een goed voorbereid. En nou, dat was aan het verkeerde been. Want die moesten worden geschrapt, die moesten worden gedelete. Die moesten worden weg uit de geschiedschrijving. En de hele geschiedschrijving is natuurlijk veranderd ter meerdere glorie van de toen was het Brezhnev, maar in ieder geval van de communistische elite. Je hebt na de destalinisatie. Heb je ook gehad. En nou goed, Stalin kon niet mooier worden gemaakt, maar kon niet nog lelijker worden gemaakt dan hij al was. Maar dat hebben ze dan toch nog gedaan, te willen van dat was nu een nieuw tijdperk aangebroken. Kortom, elke
zoals ooit is ooit een moderne historicus heeft gezegd, de geschiedenis scheidt ze mis. Altijd een schietschema van de overwinnaars. Maar de leugen dicteert. Nou, ik heb gewoon gemerkt, en ik kom er straks op met talloze argumenten en concrete argumenten, dat de hoe men zich ook rabbijn mag noemen, of zelf worden genoemd, beschouwd als de duim in je school, en groot in je school wel, Torah geleerde, Torah leiders, er wordt verschrikkelijk gelogen. Op het moment dat het zionisme te pas komt, of de geschiedenis wordt verdraaid, of er wordt ronduit checken, bedrog gepleegd, je kan me nu nog wegsturen en de Zoom uitdoen, maar we zijn hier met leren. En leren betekent dat we Dat betekent, kijk maar, als je het morgen leert ook, er worden bladzijden besteed om een bepaalde stelling te bewijzen, die vervolgens dezelfde modernaam volledig wordt ondergraven. En het gaat om wat is, en niet wat zou je het liefst te vinden, of wat vind je comfortabel om te vinden, en zo dergelijke. Ik heb een keer ook een vrij lang artikel geschreven, dat heb ik toen ook gestuurd aan diezelfde persoon toen die brief heeft geschreven, die trouwens al lang een paar aantal jaren niet meer leeft, heb ik geschreven en ik heb naar aanleiding van de website van de Torah Karta, heb ik meer, en dat was op het eerste gezicht, 25 punten opgeschreven die daar gewoon puur werden gelogen. Puur gelogen over het zionisme. Dus de belangrijkste aanweren van anti-zionisme, zeg ik, is het liegen. Je mag niet liegen. Een waarheid kan je wel eens slecht uitkomen. Jacob Israël de Haan, die is vermoord. En die is vermoord door zionisten. Het zionisme heeft ook zwarte bladzijden, dingen. Maar daar liggen ze ook niet over. Elke beweging, elk land, elke wat dan ook. Daar zijn dingen gedaan in naam van de beweging. Of door verantwoordelijke leidende figuren van die beweging. Die niet door de beugel kunnen. Dat zijn feiten, dat is geschiedschrijving. Maar ik heb zelden zoveel in de Joodse geschiedenis dan leugens gezien. En dergelijke als ze gaan over van de anti-zionisten naar zionisten. Maar eerst wil ik... Leg maar het even uit. Kan je dat nog uitleggen, dat anti-zionisme over de zionisten? Ja, ik ga nu eerst, begin ik met... Nee, wat dan? Misschien later. Zeg maar wat we hier hebben gedaan. Je wil dat ik me verslik, dat nee, ik niet nee, ja, nou ja, goed. Mag ik je vraag stellen, misschien is het helemaal niet de zaken, maar is het moderne zionisme, want het staat Israëls woord, ja. Is dat zonder het klassieke zionisme denkbaar? Ja, jij en ik weten dat natuurlijk niet. Nee, de basis is... En ook in Nederland, er is nog altijd hier een show waar men weigert het gebed voor de staat Israël uit te spreken. Ja. En ook zelfs voor de soldaten uit te spreken. Ik weet het, ik was een keer in het Bijzijn Binnenschap. Toen ik in Haarlem kwam... Hoe kan dat? Hebben we niet genoeg meegemaakt? Onbegrijpelijk. Het is maar gebaseerd op leugens en bedrog. Ik heb in Haarlem toen ik kwam. Toen was nog in leven dokter Heijmans over de shoulder. Clubarts van de voetbalclub Haarlem. Daar heb je ook nog eens kunnen voetballen. En tegenwoordig niet daarvoor naar Rotterdam. Maar goed, in ieder geval, dokter Heijmans, die was daar. En daar was ook de ouders van de meneer en mevrouw Jozef en de vrouw Pereira. De oude Pereira. De oude Pereira. Ja, ook zeg ik dat. Nou, ja. Laat me niet van. Nee, goed, in ieder geval, ik was daar met mevrouw Genezin over de shoulder. Goed, het was met z'n hele fijne gehele trouwens, ik zeg er fijn meer. Maar toen liet ik het zien uit de geschiedenis van Haarlem. En bij het ontstaan van de staat Israël, toen hebben ze me laten zien, het lag in het archief daar in Haarlem, of het er nog ligt, weet ik niet. Het zal wel. Ja, een pamflet. Toen de staat Israël was opgericht, was er in de gehele trouwens Haarlem natuurlijk een feest gemaakt. Het was een hele veteren. Maar er waren een paar jidden, hadden een pamflet gemaakt, een poster, en die hadden ze opgehangen aan de deur van de shul. Letterlijk, Israël is een anti-Joodse staat waarin Joden wonen. Dat was omdat ze tegen het zionisme waren. Toen heeft de bestuur heeft dat weggehaald en alles, natuurlijk. Er waren een paar. Maar luister, we hebben toch ook een demonstratie voor Israël
En er waren een paar chassidim, geloof ik, van Satmar of zoiets. Ja, nee, nee, tegen Israël. Die wel tegen Israël. Ik kan me herinneren dat het jaar geleden was een of andere bus in Den Haag. En die Satmar chassidim waren dus in Den Haag. En die wilden komen 's morgens naar Shachris. En toen zei Rabijn Katzman, de shul is voor iedereen open. Ja. En die kan u niet weigeren, maar u bent toch niet erg welkom. Ja. Ja. Ik ben niet wel. Maar dus die stromingen bestaan nog steeds. Natuurlijk, het zijn toch die ja, samen natuurlijk. Met Arafat. Ja, er zijn nogal actief ook, behoorlijk actief. En het is ook nog geen eens een hele kleine stroming. En in Amerika echt, vele duizenden, met name in Amerika, ook in Israël, met name Satmar, maar ook anderen, veelal chassidisch of zogenaamd chassidisch, die heel erg zich keren tegen de staat, Israël als staat. Tegen het Zionisme. Maar nu wil ik dan toch. Het is heel gemakkelijk. Het is vaak gebaseerd op onwetendheid. Of een volledige geschiedvertraging en vervalsing. En dat wordt met medeweten van de verantwoordelijke rabbijnen. Wordt dat al generaties, een paar generaties nu gedaan. Ik wil jullie een voorbeeld noemen. Het voorbeeld. De belangrijkste en misschien wel de grootste en beroemdste Joodse geleerde, Talmid Chacham, de grote raaf, en Mekubel ook, hij was ook een kabbalist, die zeer niet alleen pro-Zionistisch was, maar echt een Zionist was, dat was natuurlijk raaf Avraham Yitzchak Kook. En geboren in 1865, ergens in de shtetl in het Oost-Europa. Hij was eerst opperbein van Jaffa. Jaffa. Ja, en daarna is hij opperbein van Jeruzalem geworden en toen van Israël. In 1935 is hij overleden aan een ernstige ziekte. Hij is zijn leerlingen, als je dat vandaag de dag noemt, dan wordt glashard ontkend of weggetoucheerd, want het mag niet worden genoemd zelf. Maar Raaf Shlomo Zalman Auerbach was een van de Raaf Garlap, Raaf David Cohen, de beroemdste Raaf Tzvi Yehuda Kook was zijn zoon, ook leerling, maar ook een Raaf Hammerstein. Vele, vele, vele grote, beroemde rabbonim, die waren niet alleen zijn leerlingen. Er zijn brieven en artikelen geschreven met veel, veel lof over hem. En met grote rabbijnen zoals de Gazon Ish. De Gazon Ish heeft hem de hemel ingeprezen. Nou, de Gazon Ish, dat was woorden tot de meest charedische meetkomen. Dali Schoonestijd in Israël. Vele, vele andere rabbonim, die Raaf Kook letterlijk de hemel hebben ingeprezen. Er is nergens zoveel valsheid in geschriften ook gepleegd. En geschiedschrijving als omtrent hem. Waarbij dingen van hem verdraaid zijn. Waarbij hem dingen in de mond zijn gelegd, op papier zijn gelegd. Die aantoonbaar onwaar waren. Want, een paar voorbeelden. Wat? Waarom? Omdat men in bepaalde kringen kan men niet verenigen, kan men niet begrijpen dat iemand die een bekend staat als een Talmid Chacham. Als er is. Ja, iemand die bekend staat als door en door vroom, dat hij zionistisch kan zijn. En daarom moeten we beginnen eerst met hoe dit toch uitlegt. Zal eerst zeggen hoe dit toch uit. Bijvoorbeeld, als iemand een cijfer uitbracht, opbrengt, dan wil hij altijd een haskome hebben, een aanbeveling van een beroemde rabbijn. Dus, ook Raaf Maizel is een van de grote rabbijnen die maar goed, wil hij de aanbeveling hebben in het voorwoord of op de titelpagina of daarvoor de introductie. Daar is altijd een hele lijst van aanbevelingen door die rabbijnen. Hier in Amsterdam had Raaf Joost dat ook wel eens. Dat men naar Raaf Joost kwam, kan ik van u een aanbeveling krijgen voor zo. Dat is een vrij normaal iets. Raaf Avraham Kook heeft zijn onder tientallen sephorim, halachische sephorim, commentaar op de Torah, op de Tanach, een Pirushim, een commentaar op de Mishnah, zelfs ook commentaar op de Gemor en alles, daar heeft een deel van zijn tijd besteed om al die te lezen, en een aantal schriften, maar ook een aantal
een tiental keren heeft hij zijn als komengever door zijn aanbeveling. Al die sephoriën. Die dus werkelijk ik zou bijna zeggen, geredische benadering en kijk op Tau en de morgen gaven. En die zijn aanbeveling hadden. Bij de herdruk van die sephoriën is zijn aanbeveling allemaal verdwenen, weggehaald. Daar is of een blank stuk nu, of ze hebben het zo geprobeerd dat het is weggehaald. Dat is één voorbeeld. Zijn aanbeveling werd gezien, eigenlijk vanaf de 60e jaren is dat ingezet. Zijn aanbevelingen werden gezien als strijd met wat jodendom zou moeten zijn. Ga maar door. Nee, het is goed. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld, wat weinig mensen weten is. Iedereen kent Maccabi. En iedereen kent de Maccabiade. Weten jullie dat de eerste Maccabiade de broken had van Raaf Koek? En niet alleen dat. Raaf Koek heeft altijd, hij heeft een beroemd boek geschreven, de Orots. Hij heeft ook vele andere sephoriën geschreven. En hij heeft daarvoor gepleit, een enorm vurig pleidooi gehouden, dat voordat de Joodse staat, hij noemde het de Joodse staat, en het Sizionisme noemde hij de basis voor de Joodse staat, alleen maar kon floreren en bloeien wanneer Roegnius, dus het geestelijke, samenging met een lichamelijke goede conditie. Hè? Zoals de Romeinen al zeggen, een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Als je niet zo'n gezond lichaam hebt, kan je nog best een gezonde geest hebben. Ja, natuurlijk. Maar hij zegt, het is zo dat... In corpore sano. Door een gezond lichaam, als je geen gezond lichaam hebt, is toch het gezond lichaam stimuleert de bloedsomloop, stimuleert de hersenen, stimuleert het leren ook. En trouwens, al onze geleerden zijn het over eens en hebben zelf ook een uur wandelen per dag of zeker een half uur, denk ik op iets over lopen leven. En het lichaam beweegt dat het heel goed is. Interessant in dit opzicht is, hè? Ik weet niet of jullie het nieuws hebben gevolgd, anders ga je mee even googlen. Vorige week was er een enorme clash tussen premier Bennett in Israël en ik weet niet of je gehoord hebt, en Chabad. Want premier Bennett heeft gerefereerd naar aanleiding van de Yomatz Ma'ut, ook al een vloek in de oren van velen, heeft gerefereerd aan een grote meningsverschil dat er ooit was tussen de Mittler Rebbe, heette die, dat was de Lubavitch Rebbe in de jaren 30, de Rashab, geloof ik, heette die, en Herzl, Theodor Herzl, die toen niet meer leefde, maar qua opvattingen lagen ze behoorlijk uit elkaar, dat moet je je voorstellen. En hij stelde daar dat nu na zoveel jaren duidelijk is dat Herzl gelijk had en de toenmalige Lubavitch Rebbe niet, stelde hij. Nou, natuurlijk, dan denk ik, dat wordt een leuke discussie. Daar hou ik van. Maar vergeet het maar. Er waren alleen maar hele geëmotioneerde boosheid en woede van Chabad. En scheldwoorden, noem maar wat op. En apikoizen zijn, hoe kan hij dat zeggen, dit en dat. Want hun hebben toen, was aangetast. Een van de punten van verschil tussen de hele Chassidische rebbes en, maar ook Chabad, en bijvoorbeeld de opvatting van Rav Koek was, juist dat niet alleen de fysieke ontplooiing, maar ook theorie, hiking, tochten door Israël, door het historische vaderland Israël, met bezoeken, via wandeltochten en alles en zo. Ik weet dat onder auspicie van meneer Kieben in Israël, altijd heel veel tochten georganiseerd. Trektochten echt lopen, waarbij het lichaam ook werd uitgedaagd. En hoe? Dat werd echt uitgedaagd. Interessant is zeer interessant. Dat was taboe. Fysieke, want het was lernen. Er is in de jaren 80 is er een video verschenen toen. Dat heette de Lamplighters. Dat is een video uitgegeven door Chabad in Amerika. In die video, zeer interessant. De laatste Lubavitcher Rebbe, Rav Menachem Mendel Schneerson, zei het vogel,
die opent in die video een sportzaal bij een Chabad-school. Om het belang aan te duiden van fysieke conditie. Toen ik een keer vroeg, toen heb ik gevraagd naar aanleiding daarvan, aan een bekende Chabad-lid hier in Amsterdam, hoe kan je dit rijmen met de opvattingen die altijd werden geuit, met name door Chabad, tegen dit soort zaken? Ja, zijn die een andere tijd? Zeg ja, nee, de mensen die anders. Ja, elke tijd heeft de mens fysieke training nodig. En alle. Maar tot vandaag de dag is het wel zo. Dat niet op alle yeshivas, want heel veel yeshivas, waaronder ook twee waar mijn zoons hebben geleerd, hebben ze in de yeshivatijd, werd één dag per maand, werd, meestal gauw schouder was dat, werd een tektel gemaakt. En dat was een hele dag. Ik zal nooit vergeten dat maar een van mijn zoons erover klaagde. Hij had een hele prettige yeshivatijd. Maar dat die trektocht had, hij zegt, op een gegeven moment moest hij heel nodig nature call. Hij moest eten. En hij kon het nergens. Hij heeft er 3-4 uur moeten ophouden. En hij zal nooit vergeten het gelukkigste moment dat hij ervoor, dat hij zegt, vond het te fijn hoe wende dat toen ze eigenlijk echt wel. Maar weet je, dat, maar er werd echt ook aan fysieke conditie wel. Precies dat wat ik graag vroeg. En daar is hij voor afgebrand. En zijn de werken die, een aantal werken van hem en opvattingen van hem zijn een uitgave van zijn voorheen. Geen boeken meer uit, al tientallen jaren niet van Raaf Koek. Want kunnen ze het vergeten? Kunnen het helemaal vergeten? Raaf Tsiehoera Koek, zijn zoon, die oprabij is geworden op een gegeven moment van Gogok, die heeft op een gegeven moment ook gezegd dat hij heeft honderden keren in zijn leven mee moeten maken. Dat hij nergens mocht spreken, of niet, of zeker op dat, als hij niet eerst openlijk afstand zou nemen van zijn vader. Het is een grote bedrijf, man. Heeft hij dat gedaan? Nee, nooit. Nooit. Hij heeft bepaalde opvattingen van zijn vader, zoals een kind dat altijd wel kan doen, gezegd, ik zou dat iets anders hebben gezegd. Dat kan. En daar heeft hij niet altijd 100% eens te zijn met hem. Maar om er maar bij te kunnen horen, bij wat? Bij een groep. Om bij te kunnen horen bij een tendens of bij een trend of bij een deel van de Joodse gemeenschap die kennelijk niet waars is van geschiedvervalsing en verdraaiingen. En wat is nou de vervalsing? Daar kom ik nu op. En waarom is het tegen Torah niet dat, vooral vanwege de Sjekken, maar ook vanwege een hele andere reden. Ten eerste, het Zionisme wordt voorgesteld als pseudo-messianisme. Pseudo-messianisme. Ja, er wordt gezegd, ja, hij zegt, Zionisme is een vorm van, Zionisme van men denkt dat het de verlossing is voor het Joodse volk. En een daarom zeggen ze een soort messianisme in plaats van Moshiach en Goerische Leimo. Hoe wordt Zionisme gebracht? Als we nu eenmaal een eigen staat hebben of dan beginnen een eigen land, hè, Duitsland, dan werd dat genoemd de late staat. Was het? Dan is dat dan is dat de verlossing voor het Joodse volk. Verlossing voor het, nou, zo werd dat. En de kritiek van de antisionisten was, dat is niet waar, er is maar één verlossing voor het Joodse volk. Namelijk Torah leren, mitzvos doen, en dan wachten op Moshiach. Ja. Nou, deze opvatting dat de oplossing, verlossing voor het Joodse volk, Torah leren is mitzvos doen, dat is waar, dat geloof ik in, dat is de emmers, dat is de emmers. Maar voor een heleboel Zionisten is de Yishuv bij Eretz Yisrael, het wonen in Eretz Yisrael, of het streven ernaar, of het ondersteunen van het wonen in Eretz Yisrael, ook een mitzwe. En een mitzwe van Midrash, een mitzwe vanuit de Torah, niet vanuit de rabbijnen, maar vanuit de Torah. Met hele goede bronnen daarvoor. De Rambam onder andere, ook de Ramban, en ook vele anderen. Dus, maar het ergelijke punt vind ik in deze dat het Zionisme, dat is niet waar te maken dat het pseudo-messianisme is. Nergens pretendeert het Zionisme als beweging dat zij de verlossing zijn voor het Joodse volk, als voor de uiteindelijke verlossing. Maar er is wel iets anders.
Iedereen herinnert zich misschien nog, het is ooit eens weer uitgegeven opnieuw, net een paar jaar voordat ik werd geboren, maar de koppen van de hele wereld, van de Joodse kranten, ook in het NW toen, was, toen de staat Israël werd opgericht, dat de verlossing op een of andere manier, het begin van de verlossing stond er, wat dan ook. Ik zeg ook nog, hij ziet ik ja. Sta jij daarachter? Ja, absoluut, geen twijfel. Tuurlijk sta ik erachter. Nou ja, je zou ik kunnen zeggen, het kleine woordje ertussen, ja, natuurlijk. Dat is een wens, het is een wens, maar het is een wereld. Ik zie het, nee, maar niet alleen dat het een wens is. Het is ook reëel, het is een groot wonder dat het gebeurd is. En hoe het gebeurd is, is een ongelooflijk wonder. Ik zie het echt als een feitelijkheid. Maar goed, buiten dat. Nou, ik heb wat over gediscussieerd met Eddie Bio. Het is ons gegeven. En de vraag is alleen, wat doen wij ermee? Natuurlijk. Tuurlijk. En niet iedereen doet er dat mee wat jij en ik misschien zouden ideaal vinden. En zoals we hier met z'n zessen zitten, denk ik dat we soms zes verschillende opvattingen hebben over hoe Israël de ideaal zou uitzien. Ik zeg altijd, ik wil minister van Verkeer en Infrastructuur worden, want ik vind dat Israël kan nooit een ideaal land zijn als het niet wordt overstelpt en volledig bedekt met goede fietspaden. Maar goed, in Tel Aviv zijn ze bezig. Ja, tussen Tel Aviv en Herzliya, ja. In Jeruzalem, in de Golf Jaffo, heb je een fietspad. Dat is ongeveer zo breed als deze tafel. En er staan tantarapalen midden op het fietspad. En alles, ze hebben er geen enkele kaas van gegeten. Maar goed, toch ben ik geen adviseurist daardoor geworden. Maar goed, in ieder geval, het heeft wel dingen die voor de verbetering. Maar oké, dat is even te zijn. Nu gaan we verder. En je ziet niet alleen dat. Herzl is door natuurlijk. Door de anti-religieuze anti-Sionisten is hij de grond ingetrapt. Op een ongenadeloze manier. Hij was een geassimileerde Jood. Heeft geen Shabbat gehouden. Had niet kosher. Heeft zijn eigen zoon niet laten mallen, besnijden. He? Allemaal dingen die te pas en te onpas naar boven komen. Kijk eens, en zo'n gooi die dat toevallig een lage Joods is. Ja, die moet je dan volgen en dergelijke. En die noemt je een profeet, weet ik veel wat. Maar dat zijn geen relevante argumenten. Dat zijn scheldpartijen. Dat zijn geen inhoudelijke argumenten. Dat mag niet. Huh? Dat mag ook niet. Nee. Scheldpartijen mogen ook niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ga op de inhoud. En als een niet-Jood iets tegen mij zegt, maakt het niet uit, Jood of niet-Jood. Of als iemand tegen me zegt bepaalde dingen. Het gaat om de inhoud en de waarheid van waar of niet waar. Het pseudo-messianisme van het Zionisme heeft als beweging hebben ze nooit gesteld dat zij de uiteindelijke oplossing zijn. Nooit. Wel is het zo, en dat wordt altijd vergeten, dat Israël is een land vol met vluchtelingen. Niet allemaal nu verbroegers zijn, maar een lange tijd is een overgrote deel van de Joden die er waren, die is daar zat daar, niet omdat ze daar zo plezier konden om naartoe te gaan op zich, en vaak ook niet vanwege de mitzwa, maar omdat ze niet anders konden. Gevlucht. Vorige week was het de dag dat op 11 mei, dat de Sint Louis, het schip, voor de kusten van Amerika, Cuba, 2871 Joodse passagiers, waarvan er 24 zijn toegelaten door Mexico, Ecuador en nog een ander land daar. En verder allemaal teruggestuurd naar de hel van Europa. En een aantal hebben inderdaad via nog Palestina kunnen bereiken. En zo is het voortdurend gegaan. De eerste, de tweede, de Deli Aliot waren vluchtelingen voor de pogroms, voor de verschrikkelijke dingen die daarover gebeurden. En deze week is het zoveel jaar geleden, 1947, dat in Aleppo bijna de hele Joodse bevolking is uitgeroeid. Na de oorlog in Aleppo, de Shulchan helemaal verwoest is. De beroemde Codex Aleppo, dat is van de Masoret, van de Masoret, die daar lag. Lang hebben gedacht dat hij daardoor ook vernietigd was en verbrand was. Dat is niet waar, hij was daarvoor al in veiligheid gebracht. Dat is een van de beroemdste, belangrijkste Joodse documenten die het bewijs leveren van de emmers van de Tauro. Maar die was al gebracht, of all countries, naar Cairo.
En uiteindelijk is ik via toen via hele omwegen, uiteindelijk is hij beland in Israël. Maar dat even de tijd. Helemaal compleet. Wat? Helemaal compleet? Ja, helemaal compleet. Dus, wat zien wij? Als daar allemaal vluchtelingen komen uit de hele wereld in Israël. Geen wonder dat ze dat op dat moment als een verlossing zien. Dat is ook een verlossing. Maar dat is niet, dat wordt dan gemaakt als, kijk eens, zij zien dit als de verlossing. Nonsens, complete nonsens. Dan een tweede punt is. Een tweede punt van, eigenlijk ben ik al over mijn tijd heen, maar... Je hebt de tijd. Maak gewoon je verhaal af. De schuld van Paul Jacob, wil je dat goed even opschrijven? Nee, allemaal? De schuld van Lodi van der Kamp. Okay. Nee, ook niet. Ook een Hagenees. Geef die Hagenees met een geschuld. En wij Rotterdammers moeten het weer redden. Nou, goed, in ieder geval een tweede punt. Een tweede punt van echte, flagrante nonsens wat wordt beweerd. Is dat het Zionisme anti-religieus zou zijn. Het is complete nonsens. Maar je moet verschil maken. Ik vind wel een verschil tussen Israël en religie. Want ik Hagenaar dan. Ja. Bij ons in Den Haag was het nooit een Yom HaTzmaut. Het was geen religieuze dag. Dat was geen shuldienst. En er was dan wel een shuldienst. Ja. Maar er werd nooit het Hatikwa gezongen in shul. Dat is verboden geweest. Ja. Er werd dan Shiromangala's op de wijs. Van het artikel. Het is geen nieuws. Het is heel interessant. Er zijn in Nederland Yom HaTzmaut vieren geweest. Mede georganiseerd door Agudas Yisroel. Maar diezelfde Agudas Yisroel heeft een groot gedeelte gehad die anti-Zionistisch waren. Omdat ze niet zijn op de trein zijn gesprongen. Een tijd waardoor ze ook meer invloed en macht hadden kunnen krijgen. Ze waren te veel. Waarom waren ze teruggekeerd tegen de staat Israël en het Zionisme? Omdat ze buiten schot bleven. Zij voelden zich buitengesloten. Ze sloten zichzelf buiten. Waarom? Omdat ten eerste het grootste van het Joodse volk was voor de oorlog al geassimileerd. Ook in Oost-Europa. Het beeld van vrome Joden in Oost-Europa had een prachtige platenboek en fotoboeken en filmpjes en alles naar voren wordt. Al die zwartjassen en al die stettels en alles, dat klopt niet met de werkelijkheid. 60% van de Joden stuurden hun kinderen in Polen naar niet-Joodse scholen. Wim, hoe moet ik het verhaal of het gerucht plaatsen wat ik vaker gehoord heb over levende kinderen na de oorlog, direct vrome kinderen, kleine kinderen. Ik weet niet of er in die verhalen genoeg wordt waar het vandaan komt, maar dat die naar Israël gebracht werden en door Zionisten werden opgevangen en gezegd werd van dit is de nieuwe tijd. Vergeet al je brokers, vergeet de verliefdhalers enzovoorts. Dat is gebeurd. Dus dat is er waren groepen in de Zionistische beweging. Je moet geen er waren groepen in de Zionistische beweging. De broer van een van mijn beste vrienden. We zeggen precies hetzelfde wat Ben Gurion zei. Ben Gurion zei geen Tachanun en Ben Gurion zei geen Hanen. De broer van een van mijn beste vrienden, die helaas niet meer in leven is, die is opgegroeid in de Hashomer Hatzair Kibbutz. De Adeslahachis aten ze brood op de zijde avond en gazer op Yom Kippur. Daar wilden ze niks. Er waren groepen in de Zionistische beweging die zich afzetten tegen alles wat met religie te maken hebben. Daarom die groepen waren en hebben ook heel veel schade gedaan aan Joodse kinderen, aan de Joden, proberen hen te assimileren. Maar dat staat niet voor het Zionisme. Moet ik zeggen, het Zionisme zijn moordenaars, omdat Jacob Israël de Haan en ook verschillende anderen trouwens in de loop van de geschiedenis vermoord zijn door Zionisten? Nee, natuurlijk niet. Elke dorp heeft zijn dorpsgek en elke kudde heeft zijn zwarte schapen. En overal lopen er soms wel eens idioten rond. Dat heb je. En het punt is... Met uw vraag, was dat een incident of was dat een bekend en redelijk normaal gebeuren? De Zionistische beweging als geheel heeft dit soort dingen nooit en te nimmer
goedgekeurd. Integendeel. Waarom? Het heeft zich neutraal gehouden in zoverre. Het zionisme is een verzamelnaam. Een verzamelnaam. Het begrip zionisme is niet vroom, is niet vrij, is niet seculier, is niet orthodox. Teruggaan naar Sion. En hoe? Dat wordt dan laat door de mensen zelf bepaald. En er waren groepen die inderdaad heel anti waren. Maar niet vanwege het zionisme. Ze waren al anti voordat ze daar kwamen. De grootste assimilatie was al gebeurd. Vanwege die assimilatie. Ja. Duitse Joden waren zeer geassimileerd. Ja. Toch nu. Niet alleen dat. Maar ze zijn ook de oorsprong van de liberale gemeente van Amsterdam. Ja. En mijn moeder, die niet religieus was, maar alle Joodse feestdagen naar Sjoel wou. Ja. Ze zei, ik kan niet naar die vrome Sjoel, dus ze ging naar de Duitse Sjoel. Ja. Dat was geen vorm. Ja. Maar waarom, je zegt, ze kon niet naar de vrome Sjoel. Waarom niet? Ze voelde zich daar niet thuis. Haar vader, ja, uit Midden-Duitsland, ja, die was religieus. Die hele, ja, omgeving was religieus. Maar mijn moeder is in Keulen geboren, net, ja, zoals ik. En wij gingen, mijn moeder kwam uit Auschwitz terug. En het eerste wat ze zei, ik was 8 jaar. Je moet en een school ABC leren en je moet een Joodse les, ja, in Amersfoort. Ja. 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 En het eerste wat ze zei, maar mijn vrouw, die dus uit een, van vaders kant, uit een zeer religieuze Apeldoornse familie kwam. Die waren ondergedoken en Helene was ook ondergedoken 3 jaar. Die hebben gezegd van, we willen niks meer daarvan weten. Ja, heel mooi. Ja, en zij heeft de hele leven, getrouwde leven met mij, dus spijt gehad dat ze nooit Joodse les heeft gehad. En ik heb te weinig gehad. Mijn punt is interessant. Maar je haalt nu een beetje. Ik doe mijn best. Ik probeer mijn best. Nee. Ja, het punt is. Maar toch ben je een goede, ja, Jood. En dat wat jij vertelt, ja, van jouw familie, dat een deel van niets meer wilde weten. Religie. Had niks te maken met zionisme. Nee. Er waren een aantal groepen geassimileerde Joden die al anti-religieus waren hier. Geef ze gelijk. De Joden hebben zoveel te lijden gehad van religies, van christelijke religie, van islamitische religies, van alle religies. Daar hebben ze zo verschrikkelijk veel van te lijden gehad. Heel veel, die even Joden, waren ook door maatschappelijke ontwikkelingen geduwd in de richting van bijvoorbeeld het socialisme. Delen van de Zionistische beweging waren met name Westerse Joden trokken zich toch daarbij bij de Mapai-tijd. En later, de Mapai, dat is tegenwoordig niks meer, bijna getalsmatig zowel als kwalitatief, bijna niks meer, omdat de Zionisme is natuurlijk ook al lang door de mand gevallen. Maar wel begrijpelijk, want het waren met name bijvoorbeeld de Bund in Oost-Europa, die hebben vele Joden beschermd. En hun levens gered. Er stonden leden van de Bund voor vrome Schulz, voor scholen, om die te beschermen tegen de Jesveska, de Joodse afdeling van de Communistische Partij. Die wilden met geweld wilden ze dat opdoeken. En dat waren socialisten, overtuigde socialisten. Het is allemaal niet zo simpel als we denken. En die komen naar Israël met een bloedhekel aan alles wat orthodox was. En die worden dan, ja, wij hebben de orthodoxe beschermd. En kijk nou eens, en nou keren ze zich tegen ons. Nee, het heeft alle twee kanten zo'n verhaal. Maar het moderne zionisme, van, ja, dus vanaf Theodor Herzl en Ben-Gurion enzovoort, is toch, hoe je het ook wendt of keert, gebaseerd op het religieuze zionisme. Het kan niet anders, want wat hebben we anders in Israël te zoeken dan? Dat zoekt naar hoe heet dat, naar Afrika kunnen gaan. Ja, naar, Oeganda. Uganda. Of Mauritius is genoemd. Nou, voor, ja, Mauritius de moffen. Ja. Natuurlijk, 100% gelijk. 100%. Het punt is dus dat het hele anti-zionisme, met name uit zogenaamde Torah-kringen, gebaseerd op zo'n bedrog, omdat het zionisme verkeerd is gedefinieerd. Het zionisme is niet wat zij doen zeggen. Het zionisme is puur een vlag die de lading niet dekt. De naam. De naam zionisme is een verzamelnaam. En onder die verzamelnaam heb je dus Raaf Koek. En heb je hele vrome jidden. Dan heb je Mnei Akiva. Ik vertel het Mnei Akiva achtergrond. Dat was misschien ook wel een beetje. En dan heb je ook inderdaad anti-religieuze. Die, en ik was in die kibbutz, trouwens, ik zal nooit vergeten. Was er met mijn vrouw,
in de jaren 80. En we spraken daar met mensen hè, van en hoe ze dat nou invulden. In feite hebben we geen enkel anti-Zionist, anti-religieus geluid daar gehoord. Het was meer anti-Joods geluid, wel anti-religieus in het algemeen, maar niet anti. Vandaag de dag, in diezelfde Ashomeratzaïe kibbutz, hebben ze een mikwe, een shul en ze zijn overgaan op kasput al jaren geleden. Zo. In diezelfde Ashomeratzaïe kibbutz. En er zijn er van die oude garden die nog echt dat met ledenogen toezien, bij wijze van spreken. Maar met name onder de jongeren is men... men is ook door de staat Israël en door de hele tendentie. Ja, natuurlijk zijn ze nog lang niet. Het is nog lang niet. Maar toch is men wat minder negatief gaan denken over religie in het algemeen. Hoewel wel dan over die hele, in hun ogen, extreme groepen. Niet alleen in hun ogen, het zijn gewoon extreme groepen. Die vrouwen niet willen laten autorijden. Die gekleed gaan als, op een manier die ook nergens wordt voorgeschreven in feite. Maar die meer aan hun hoofd gaat, die ook inderdaad voor wie het een shock is als ze horen van die wijn van de Rameau. Dat zal ongetwijfeld, als ze dat zouden weten, ook direct uit de boeken verdwijnen. Goed, ik heb al een keer een sheer gegeven vorig jaar over de geschiedsvervalsing en dergelijke buiten Zionisme om in bepaalde kringen. Maar goed, dit is het. Een tweede reden waarom anti-Zionisme volledig tegen Tower is. Dat is heel simpel, namelijk als er staat geschreven dat je haftole regel kan mogen. Je moet je naast liever als jezelf. Daarnaast staat Algea Pagiach, Amitego, en dat staat Amitego als jouw vriend. Hoe moet je met, in de ogen van veel anti-Zionisten, zijn heel veel Zionisten seculier? Dat is gewoon niet waar, maar er zijn heel veel seculieren. Hoe moet je met seculiere Joden omgaan? De Tao verbiedt het om met seculiere Joden om te gaan als je vijand. Of als je tegenstander. Wie ben jij dat jij dat doet? De manier waarop anti-Zionisme zich met demonstraties en op een andere manier geschriften opstellen tegenover alleen al het noemen van het kwaad. Waar is dan hun vroomheid? Wat? Ja, waar is hun vroomheid? Waar is hun naaste liefde? Waar is hun avondje Israël? Compagnon van Dresden. Dat is de compagnon van Dresden. Ja. Dat is zo tegen Tower. Volstrekt compleet tegen Tower. De Tower gebied, de Rogeo Darinangam. De wegen van de Tower zijn liefelijk. He? Op de manier waarop men vaak tegen niet-vrome Joden tekeer gaat en alles, heeft alleen nog maar verder gedaan. Een deel van assimilatie is veroorzaakt door de religieuze kant. Ik zeg, dat mag toch helemaal niet? Nee, natuurlijk. Een Jood is een Jood. Dat is een tweede reden waarom anti-Zionisme volstrekt tegen Tower is, tegen de Torah is. En ja, het zijn misschien wel pijnlijke opmerkingen en waarnemingen. Maar het is wel de waarheid. Ja. En goed, tenslotte nog, dat is een... En dat is het derde. Als je beelden ziet, en ik heb ze heel veel gezien, beelden van zogenaamde geredische Joden bij demonstraties, waarin gepleit wordt voor terrorisme, waarin terroristische aanslagen worden verheerlijkt, waarin de staat Israël satanisch wordt genoemd, van anti-Zionistische, waarbij BDS wordt gepropageerd en alles. Maar als je dat daar ziet, en als je ziet hoe ze op Shabbos demonstreren daarbij. Hè? Op Shabbos. En ten eerste, je geeft daarbij dus voedsel aan de roofdieren die jou willen najagen. Je voegt je bij degene die jou haten. Nou, dat is ook tegen Tauro. Dat is tegen Tauro. Als je al niet eens bent met wat je medioden zeggen. Je gaat geen voedsel geven en steun geven aan je vijand, aan degene die jou haten en die jou willen kapot maken. En daar is geen enkel excuus voor. Waaruit zijn die stromingen? Niet in Nederland. In Nederland heb je een paar individuen die zo denken. En je hebt in Nederland ook een school waar ze, op zijn zacht gezegd, toch zeer negatief staan ten opzichte van de staat Israël, het Zionisme, gebed voor de staat Israël, de villen voor de soldaten. Ik wil eigenlijk eindigen met één
hele prachtige, schitterende anekdote. Die met dit onderwerp misschien niks te maken heeft. Maar wel, dat zal je wel na afloop van merken. Het heeft alleen niks met het Zionisme aan zich te maken. En met excuus aan Paul, want die kent hem al. Waar ik afgelopen zondag mee ben begonnen. Maar wat een mooie inzet. Zeker. Zeker te halen is dat. Ja, absoluut zeker. Het is zo dat je hebt altijd van die speurneuzen, die speuren internet af naar pareltjes die dan diamanten blijken te zijn. Zo ook niet. Internet is een vergaarbak van kodiskotsie, van heilige dingen, geweldige dingen, maar ook van het verschrikkelijkste afval. Doe me er toe maar alles. En alles wat je erin zit. Hè? Je kan maar op internet hoog en laag van. Nou goed, alles heb je. Maar er zijn dus van die speurneuzen, onderzoeksjournalisten, die proberen altijd die dingen eruit te halen waarvan ze zeggen, is de moeite waard om wereldkundig te maken. En zo is er een bepaalde Fransman, die vele talen spreekt trouwens, want anders kan je het niet doen. Woont in Israël al jarenlang. Ik ken hem indirect, want hij is de schoonvader van een achterneef van mij. Maar goed, die heeft gepubliceerd. Hij heeft gevonden in een personeelsblad. Nou, een personeelsblad wordt gelezen door vorm van een bedrijf. En bedrijven hebben personeelsbladen. En allerlei soorten bedrijven. En het zijn oplagen vaak een paar honderd, soms een paar duizend niet meer. Voor het buitenbedrijf vaak nooit gelezen. En in zo'n bedrijf zelf soms ook maar matig. Ik geef wel een voorbeeld. Ik krijg al vanaf 1988, elke week het vakblad. Van de militaire vakbond, daar heb ik nog altijd niet voor ben, solidariteit. Ik heb het zelfs nog nooit uit de wikkel gehaald. Het kan er over mij misschien, maar toch, ik heb het nog nooit. Ik heb gewoon geen tijd en geen motivatie om te lezen. Oké. In het hij vond in een van de grootste Joodse ziekenhuizen in de wereld, de Mount Sinai in New York, de Mount Sinai. Dat is een van de grootste Joodse ziekenhuizen in de wereld. Ook veel niet-Joden werken daar, maar het is een Joodse ziekenhuis. Daar oplagen van een paar honderd. Daar vond hij een maand geleden een afscheidsinterview met een vrouw die daar meer dan 40 jaar gewerkt heeft achter de kassa. Achter het loket, kassaloket. Wat is een kassaloket? Net als in Nederland wordt als je in het ziekenhuis ligt, al het woord achter je rug om met de zorgverzekeraar verrekend. Maar er zijn altijd kosten die je niet kan declareren. En daarvoor, in Nederland krijg je er achteraf een rekening voor. In Amerika is het zo dat dan stuurt het ziekenhuis je rekening. En dan of je krijgt de rekening en je moet hem aan het loket van de kassa betalen. Soms kan je wel declareren, maar dan moet je hem eerst hebben betaald. En soms kan je niet declareren. Goed. Ze vertelde in het afscheidsinterview. Toen vroeg ze, heb je nou vele bijzondere dingen meegemaakt? Toen zegt ze, ja natuurlijk. Mensen denken, ik ben met geld bezig. Ik ben met mensen bezig. Elke dag komen de mensen met hun klaagzangen, met hun geklaag, met hun protesten tegen de rekeningen en alles en zo. Soms met dreigementen ook. Ik heb een paar keer ook wakers moeten bijhalen op politie. Zo. Maar ook elke dag komen de mensen met taartjes, met gebak, met bloemen, met cadeaus, uit dankbaarheid en een vreugde. Zo. Nou, op een gegeven moment is er een man hier opgenomen, anderhalf jaar geleden, tijdens het dieptepunt van de corona. Wordt er een man opgenomen. Ik ken de man niet echt, maar ik weet wie het is, want hij dampt in hetzelfde show als mijn man, want een vrouw, die dat. En die man die ligt voor 4,5 dag aan de beademing. En hij ligt via de beademing en na die 4,5 dag is hij zo hersteld. Hij wordt ook nog geplaatst naar de gewone afdeling en na ongeveer een week is hij ontslagen uit het ziekenhuis. Hij blij, iedereen komt blij. Maar alles wordt vergoed door de zorgverzekeraar, behalve de beademing. Dus hij komt na 2 weken. Heel vreemd. Ja, dat zijn veel vreemde dingen. Zorgverzekeraar, goed. Hij komt dus na 2 weken, komt hij aanlopen met, ik zie hem al aankomen, met de rekening in zijn handen. En hij komt bij het loket, hij groet me. En hij legt zijn creditcard neer en ik schrijf het af en al verifiëren. Alles is in orde en ik geef hem de nota. En of hij die dag wel of niet kan declareren. Dat weet ik niet. En zo. En dan zegt hij tegen mij. Mevrouw, ik wil toch nog 1 ding even zeggen voordat ik wegga. Ik ben natuurlijk heel blij. Ik ben hersteld. Mijn man was heel vitaal. Heel gezond weer. Zegt maar. Toen ik die rekening kreeg. Meer dan $500 voor de beademing. Was ik eerst even verbaasd en ook boos.
Maar al gauw is die stemming omgeslagen in oneindige dankbaarheid. En ik wil dat u het volgende weet. Ik heb meer dan $500 moeten betalen voor 4,5 dag te mogen ademen. Totdat ik hier kwam, heb ik mijn hele leven lang, en nu daarna ook weer, mogen ademen. En Acordus Borgo heeft me nog nooit 1 cent bereikt. Is dat niet de reden van dankbaarheid? Toen zegt ze, toen dacht ik al, als ik afscheid ook neem, wil ik dit in het bedrijf zetten. Dit moet er weer. Nou, het heeft de zin gehad, die vrouw gewoon, die is over de hele wereld, die verspreidt dit. Maar dat is dankbaarheid. Alles is, als we elke adem dankbaar zijn, hoe moeten we dan niet dankbaar zijn? Dus ook naar die soldaten in het Israëlische leger, die elke dag hun leven bereid zijn op te geven. Voor de veiligheid van onze familie, van ons. Niet van het Zionisme. Nee, van de mensen die er wonen, die dankzij het Zionisme daar kunnen wonen. Nou, en daarom, en dat geldt voor elke gemeenschap, elk persoon, en eigenlijk allemaal die dankbaarheid. Wacht even, één moment. Ik bel je over een paar minuten terug. Ja. Zo. Dit verhaal wilde ik nog even met jullie delen. Ik heb die telefoon opgenomen, want ik ben al eigenlijk 1 uur en... vijf kwartier bezig. Ik krijg toeslag, hopelijk. Ja, zeker. Of 120. Sorry. Jullie bedankt. Jij ook, heel hard Skouk. Jij hard Skouk. Joop Skouk voor je invallen. Ja, natuurlijk. En Nico ook. Weet je, ik zou je dat zeggen. Spontaan is het leukste. Ik heb dus eventjes met het voorwoord van... Dr. Bosberg. Maar Jura Gottlob was 40 jaar geworden, we hadden een... Jackie Spector was 40 jaar geworden, we hadden een feestje. En volkomen onvoorbereid hebben Judah en ik hebben een sketch gemaakt. Hebben een dolle pret gehad. Spontaan. Klopt, ja. Ik ben maandag 4 juli terug. Wil je 6 uur of ja, liever een week daarna? Ja? Nou, als een week daarna kan ik... Nou ja, het kan mij niet schelen. Zeg het maar. Oh, wacht even. Nee, 6 juli komt zelfs goed uit. Want die week daarna, dan is hij geel met zijn kal. Komt hij hier. Oh, gezellig. Dus dan, laat de 6 juli af. Prima. Om 11 uur? Om 11 uur, ja. 7 uur. Het staat genoteerd, 11 uur. Ja. Nee, die is niet voor jou. Heel hartelijk dank. Ja, die zien we dan. En kreeg je het op te schrijven, jij, tot 6 juli, dat je even opschrijft, 's ochtends vroeg, WhatsAppjes kijken. Hij heeft mij vrijdag WhatsAppje gestuurd. Ja. Ik kijk altijd. Heel raar, want we zaten hier gewoon te wachten. En toen zei hij, hij had me een WhatsAppje gestuurd voor iets anders. Voor iets anders. Het ging over hoe laat de zondag Shuvah in Jezus zijn. Dat heb ik beantwoord. Ik denk, nou, waarom moet hij weten? Want ik zag zondag dus niemand die hier moest zijn van hem. Ja. Maar bij dat WhatsApp had hij ook geschreven. Ik ben woensdag weet dat verhinderd. En dat had ik niet gezien. Maar ja, goed. Kan gebeuren. Oké, succes. Even dit uit. Ja. Ja, wacht even. En...